Phasmophobia in mijn eentje. Oké, ik heb weer een heleboel mensen gekregen die zeggen dat ik... Dus... Oh! What the f***? Jezus! Oh mijn god. Wat ik wilde zeggen is, ik heb weer een heleboel mensen gekregen die zeiden... Je moet even kijken in die deur, dan krijg je gratis spullen. What the f***? Oh, ik schrok teringen. Oh, ik haat jullie. Ik doe nog wel één keer amateur. Ik heb het gevoel dat ik nog niet helemaal ready ben voor intermediate. Maar hoe kan je nou nieuwe maps vrijspelen? Weten jullie dat? Ghost name is Liza Thomas. Wat is er gaat met die Thomas in die name? Respond to everyone. Oké. Okay. Foto of the ghost. Dat is chill. Het lijkt me echt doodeng als ik opeens een foto maak van die geest. Maar goed. Let's go inside, bitch. Yeah. Oh mijn god. Ja, kijk. Het blijft toch in je eentje altijd wel een stuk enger dan gewoon... Oh god, ja. Het is... Oh mijn god. Wat een klote spel blijft het toch eigenlijk ook, hè? Helemaal weer geen zin in. In je eentje met die koptelefoon op is toch wel niet de manier... Ik ga gewoon lekker rondlopen met dit ding. Tuurlijk staat de deur naar de kelder alvast open. Aha. Oh, ik heb een slechte vibe bij deze parkeergarage. Hey. Ik heb hier nog nooit naar buiten gekeken. Ze hebben gewoon een zwembad. Ik hoorde wat. Een bordje. Volgens mij werd hij op de grond gegooid. Kan dat? Zou ik niet heel chill vinden. Ik moet hier even ademen buiten. Ja, er is al wat activiteit geweest. Ik heb het gevoel alsof het... ja hoor. That was a ghost. I'm pretty sure... Oh, 2 UV lights. Waarom? Ik heb ook nog niks gevonden van een bot of zoiets. Gozer, ik ben zo fucking bang, ouwe. Ah! Oh, er gebeurde helemaal niks binnen. Een bange geest hebben we hiermee te maken, volgens mij. Geef me wat freezing temperatures, yo. Ik heb het gevoel alsof het hier is, man. Vertrouw die bord op de grond niet. Ik hoorde ook weer wat. Ik hoorde weer... Ja hoor, dat bord beweegt. Ik zit... Oh, kijk! 3 graden. Het vriest niet, maar het is wel koud. Zou ik roepen? Show yourself! Ik hoorde weer het bord. Comment sexy. Moet het vriezen? Of is koude temperatuur ook genoeg van dat je weet daar zit iets? Alleen telt het dan niet als freezing temperatures. Want het was 1 graad. Het vroor alleen net niet. Maar het was wel 1 graad. Dus dat telt dan... Kijk, dan kan ik het denk ik niet hier afstrepen als een freezing temperature. Maar het is wel een indicatie van dat daar een geest zit, toch? Of ben ik nou gek? Ik neem gewoon lekker die camera mee. En de EMF reader. Ik heb het gevoel alsof het in de keuken zit, man. Het moet haast wel. Show yourself! Hello! Thomas! Ik ben kapot bang. Ah! En misschien is het ook wel niet in die woonkamer. Of in die keuken. Oh, dat doet mezelf ook aan. Geef mij een ghost orb. Of beweeg mij iets. Oh shit, er gebeuren wel degelijk dingen. Tijd om mijn dodge projectortje daar neer te zetten. Ik ben tering bang. Ik hoorde iets volgens mij. Oké, er gebeuren dingen, Oké, wacht. Ja hoor, daar was hij. Oké. Ja toch. Ja. Dodge projector. Bam. Oké, lekker. Hij zit in deze kamer. Goed. Ik ben nu wel weer als de dood om daar naar binnen te gaan. Dat we zeker weten. Dat is raar. Oh ja, daar ging hij. Ja, kijk, zie je. Het lijkt gewoon een of andere mannetje die gewoon zo loopt. Op die dodge projector ziet het er nooit echt eng uit. Oké, kijk. Ghostwriting. En ik ga proberen een foto van hem te maken. Ik heb nog nooit ghostwriting gehad. Dat zou me echt top lijken. Tenminste, het zou me doodeng lijken. Maar het lijkt me wel leuk om het een keer te hebben. Ik ben Stefan. En ik ben bang. Komt die foto dan? Ah! Ik ben echt bang om hem in het echt zo voor mijn neus te zien rennen in één keer zo in die dodge projector. Dat vind ik echt doodeng. Even kijken. Oh, ik heb wel 2 interactions. Ik weet niet precies wat dan. Oh ja, er ligt weer een bord op de grond. Volgens mij heeft hij weer een bord op de grond gegooid en heb ik dat gefotografeerd. Dat zal wel. Ik kan wel proberen met die spirit box. Want ik roep, are you there of zo, weet je wel. En die UV. Trouwens, moet je ook wachten op activiteit voor een zoiets als een dodge projector of een ghostwriting boek? Van, moet er hier activiteit zijn geweest voordat ze daar iets mee kunnen doen of zo? Oh mijn god, hij heeft die deur open gedaan. Are you there? Are you there, Thomas? Bro, ik durfde niet meer, ouwe. Ik vind het eng, man. In je eentje is het enger ook. Oké, ze kunnen ook gewoon even met die UV-light gaan kijken. Man, ik ben bang. Ik ga hem sowieso opeens voor mijn neus zien staan. Dan gaat hij me opeens hunten. Echt geen zin in. Nee. Oh, oké. Ik dacht dat hij me ging hunten. Maar ik heb geleerd dat als de deur nog open is, dat het dan geen officiële hunt is. Ik weet niet wat het dan wel is, maar... Oh, ik heb weer helemaal kipvel, man. Tering eng, ouwe. Ik moet ook even die DOS-projector weghalen uit die kamer. Want dat maakt het ook zoveel enger dat je weet dat opeens zo plop in die DOS-projector zo'n geest kan staan. Oké, fuck it. We gaan gewoon naar binnen.
pak toch wel even die EMF-reader ook. Ik heb toch wel het gevoel alsof er iets kan zijn nog. Oké, ik wil deze keer ook niet doodgaan. Weer die deur open gedaan. Ah! Are you there, Thomas? Are you there? Are you there, Thomas? Thomas, are you there? Show yourself! Oké, ik weet het niet hoor. Ik riep echt heel hard, maar ik hoorde niks op de spiritbox. Gast, ik kan het helemaal niet aan. Ik ben ook zo'n slechte start begonnen doordat die gast in die deur zat daar. Ik ben er helemaal bang meteen weer. Dat komt allemaal door jullie. Oké, fuck it. Kom hier dan. Oh ja, ik moet op die deur kijken natuurlijk, want die doet hij soms open. Voor fingerprints. Ja, hoe lang moet je dan op zo'n plek staan? Waar moet je dan op wachten? Ja, maar zou ik weer gaan. Iedere keer als ik binnen ben is er geen activiteit, lijkt het wel. Wat een pussygeest, zeg. Zeg ik. Oké, ik ga gewoon nog wat foto's maken anders. Ik moet een foto van die geest hebben. Kom dan. Ik kan het niet aan. Ik moet het echt weer met iemand spelen. Ik durf het gewoon niet. Ik ben gewoon te bang. Ja, wat heb ik gezien? Niks. Sowieso geen ghost orb. Oh, dan laten er nog maar twee over. Wacht even. Oké, Oni. Wacht, een Oni. Scare the victims must pass before attacking. They are often seen in their physical form, guarding the place of death strength. Oké, het is een Goryeo of een Oni. Freezing temperatures. Ja, laat het weten in de comments. Moet het echt vriezen? Ja, hè? Ja, en het verhoor... Gast, het is deze. Ik zweer het, is deze. Een Goryeo. Ja, dat is hem. Ik heb de foto's gemaakt. Ik kon geen bewijs vinden. Ik ben bang. Fuck it. We gaan. Sorry jongens. Sorry dat dit... sorry voor de aflevering, maar ik kan het even niet aan. Het kan het vandaag even niet aan. Ik moet gewoon weer even met iemand spelen. Ook al is het Sean of zo, dat hij bang is, maakt niet uit. Er moet iemand bij zijn. Phantom? Nou, wel $15 voor de foto's. En wat experience. Hé, maar wacht even hoor. Had ik er net nog geen aangevinkt, per ongeluk of zo? Want net had ik alleen de Oni en de Goryeo over. Nu zijn deze er ook nog bij. Oh, dan had er nog maar twee over. Oké dan. Mislukt. Prima. Ik moet het met iemand spelen volgende keer. Ik kan het niet meer aan. Wil je nog zo'n video zien, bijvoorbeeld wel met iemand, dat ik wel succesvol ben? Klik dan hier. Bedankt voor het kijken en abonneer.